De afgelopen dagen is er hard gewerkt om het winkelgebied in Helmond kerstklaar te maken. December sfeermaand, daar hebben we op geïnvesteerd met z'n allen. Wat is er dan allemaal gebeurd? Er is meer sfeer gecreëerd middels kerstbomen, de leuke huisjes waar we hierbij staan, verlichting. En zo proberen we het winkelend publiek te laten proeven van de decembermaand. En wat kan het publiek doen bij deze huisjes? Het huisje waar we nu voor staan, daar kun je echt Duitse braadworst kopen. Glühwein, warme chocomel en erwtensoep. Koffie of thee. Hiernaast hebben we nog een ander huisje en daar kun je gratis de aankopen die je gedaan hebt in de stad hartstikke leuk in laten pakken. Oh, dat is service. Dat is hartstikke leuk. Dat is een leuk initiatief. Er zijn twee vrijwilligers die hier in de eigen tijd de cadeautjes inpakken. Nou, de bedoeling is om de komende jaren, wat we nu hebben gerealiseerd voor de eerste keer, de verlichting, zoals je al zei, Arie al zei, de kramen hier. Om dat verder uit te breiden met nog meer sfeer te maken door aanvullende verlichting. Wellicht nog meer kerstbomen en ook denk ik een aantal andere verkooppunten van deze soort kraampjes. Op de Kop van de Markt, CQ verder in de Veestraat of elders in de Kerkstraat, dus het hele circuit, de binnenstad. En eigenlijk is de bedoeling van ons om de mensen echt in de sfeer in de stad te laten verblijven. We zijn dus afgelopen zondag begonnen met het inrichten. Kerstboom de stad in, de huisjes opgetuigd. Smaandag ochtends weer vroeg uit de veren en aan de slag met een hele club. Vervolgens komen de winkeliers de stad in. En die reageerden allemaal uitermate positief en enthousiast. En de sfeer was dan ook echt vanaf het begin af aan, of is vanaf het begin af aan, top. Oké, nou. Heel erg top. Nou, nog regelen dat het gaat sneeuwen. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Maar dan kunnen we vast op proosten. Ja. Proost, gezondheid. Afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt aan de verfraaiing van het centrum. Dat is goed gelukt. Dat is ook te zien. Mensen vinden het mooi. De komende tijd zullen we vooral werken aan de sfeer van het centrum. Centrum is de huiskamer van de stad. Dat betekent dus dat Helmonders vooral naar het centrum moeten komen. We moeten het zo zien te krijgen dat niet alleen de Helmonders, maar ook mensen uit de omgeving graag naar het centrum komen en dat hier een hele fijne sfeer is. Kerstmarkt is daar een eerste aanzet toe. Het zal de komende tijd uitgroeien naar een winterse evenement. Het is dus hartstikke gezellig in de stad. En tijdens koopzondagen zijn er ook nog muziekoptredens. Op 20 december is het helemaal een speciale dag. Want dan worden de Koninginnenwallen feestelijk geopend. Met veel muziekoptredens, theater en er is dan van alles te doen voor kinderen. Speciaal voor hen komt de kerstman met Rudolf en zijn elfen.